Welkom. In deze video ga ik een preview geven van mijn examentraining. Op www.natuurkunde-examentraining.nl daar vind je een omgeving waarbij ik je zo goed mogelijk probeer voor te bereiden bij een examen. En een van de dingen die je daar vindt zijn 14 examens volledig uitgewerkt in de video. En om een beetje een idee te geven hoe dat eruit ziet, heb ik deze preview. Nou, deze preview ga je natuurlijk niet alleen maar kijken, je gaat ook meedoen en daarvoor heb je een paar dingen nodig. Je hebt in ieder geval een pen nodig of een potlood, papier, een rekenmachine en daarbij niet je mobiel, maar de rekenmachine die je ook tijdens het examen gaat gebruiken. En je hebt BINAS nodig. En dan waarschijnlijk deze. En als laatste een paar uitwerkbijlagen. In deze video ga ik vraag 4 tot en met 8 bespreken van het VMBO GL en TL examen van 2023 tijdvak 1. En we beginnen dus bij vraag 4. Twee punten voor deze vraag, dus niet heel veel rekenwerk, een klein beetje. Kijk even of het lukt door de video op pauze te zetten en de vraag te maken. Nou, bereken de druk van het vat op de ondergrond. We gaan eerst even kijken welke gegevens we hebben gekregen. We hebben gekregen dat de kracht hier 525 newton is. Dus dat is een zwaartekracht. Die kunnen we gewoon noteren. En dan schrijven we de grootheidsschrijver daarvoor. Daarnaast hebben we hier een getal gekregen. Dat is het oppervlak in vierkante centimeter. Nou, we moeten de druk berekenen en er staat niet in de vraag in welke eenheid dat moet. Dus er staat niet dat het bijvoorbeeld in pascal moet. Dus we kunnen gewoon in de eenheid newton per vierkante centimeter werken. Nou, in BINAS-tabel 7, formule 10, dan zie je deze formule staan. De druk is de kracht gedeeld door het oppervlak. Tijdens het examen is het belangrijk om te noteren welke formule je gaat gebruiken. Dan kun je gewoon het BINAS overschrijven en dat heb ik nu dus gedaan. Dan weet je namelijk zekerder, niet 100% zeker, maar zekerder dat je hebt laten zien welke formule juist gebruikt wordt. En dan is de kans op punten groter. Nou, we vullen hem in, de kracht en het oppervlak, en we rekenen dat uit. En let op, we hebben nu dus newton per vierkante centimeter gedaan. Want we hebben newton gedeeld door vierkante centimeter gedaan. Stel nou dat we dit moesten doen in pascal, dan is dat newton per vierkante meter. En newton per vierkante meter had je dus deze naar vierkante meter moeten omrekenen. Normaal gesproken is dat gedeeld door 100 van centimeter naar meter. Nu doe je gedeeld door 100, gedeeld door 100, omdat hier een kwadraatje staat. Dan vul je dat hierin en dan krijg je met newton per vierkante meter of pascal. Nou, het antwoordmodel is ervan uitgegaan dat je allebei hebt gedaan, dus allebei is goed. Maar er staat niet welke eenheid het moet zijn, dus dan wordt alles goed gerekend, mits je het maar goed gedaan hebt. Nou, dan heb je 2 punten voor deze vraag. Gebruik van de formule. Noteer daarvoor de formule ook alsjeblieft. Het hoeft niet per se, maar dan als je er helemaal niks doet, dan zijn er bepaalde middenweggetjes. Maar zorg ervoor dat je het gewoon doet. Schrijf je formule altijd op. En de rest van de berekening juist. Heb je 2 punten voor deze vraag. En dan gaan we door naar vraag 5. Vraag 5, een 3-puntsvraag. Dus hier moet je iets meer voor doen. Heb je hem nog niet gemaakt? Lees hem even door. Zet hem even op pauze. Probeer het eerst zelf. Ga ik laten zien hoe je aan het antwoord komt. Nou, we hebben het volume van de stof en we hebben de massa van de stof en we moeten de dichtheid berekenen en we moeten noteren om welke vloeistof het gaat. Gebruik BINAS. Nou, als eerste, we hebben het volume gekregen in kubieke decimeter en we hebben de massa gekregen in kilogram. Als we kijken in BINAS-tabel 9 formule 1, dan is dit de formule die we gaan gebruiken om de dichtheid uit te rekenen. Maar we gaan hem nog even niet invullen, want welke eenheid moeten we nou gebruiken? Als we dan kijken in BINAS-tabel 16, daar staan verschillende vloeistoffen. Daar zien we dat de dichtheid van die vloeistoffen gegeven staat in gram per kubieke centimeter. Dus niet in kilogram en kubieke decimeter. Dus we moeten die even ombouwen naar de juiste eenheid. Nou, voor kubieke decimeter doen we normaal gesproken is 1 decimeter 10 centimeter, dus je doet het keer 10. Dat doe je 3 keer omdat er een tot de macht 3 staat. Nou, kilogram is maal 1000, 48.000 gram. Deze vul je in de formule, dus je doet dan de massa gedeeld door het volume. En dan krijg je 0,8 gram per kubieke centimeter. En is dezelfde eenheid als die in BINAS-tabel 16 staat. Let op, noteer welke vloeistof dit is. Dus je gaat kijken in BINAS-tabel 16 en je komt uit op de vloeistof alcohol. Dus dat is wat er in dat vat zat. Als je nou hier dit hebt uitgerekend met kilogram en kubieke decimeter, dan stond hier kilogram en kubieke decimeter, maar dat is niet dezelfde eenheid als die in BINAS staat. Dus je kan dan niet zeggen van, oh, dat is dan, want het komt hetzelfde getal uit, maar dan heb je wel een eenheidsfout gemaakt, omdat je de eenheden niet hebt omgerekend. Nou weet ik niet zeker of dat goed of fout gerekend wordt, maar officieel is het fout, dus let daarop dat je de juiste eenheid hiervoor gebruikt. Nou, hier krijg je de punten voor.
Er staat hier wel dat dit als antwoord mag zijn. Dus misschien dat ze daar wel punten voor geven. Ik weet het niet. Ik zou het vaag vinden. Dus zorg ervoor dat je de goede eenheid gebruikt. En hier staat het derde scorepunt alleen toekennen als de dichtheid is berekend. Dus stel je nou voor dat je niet weet hoe je het berekent. En je gokt gewoon, hey, het is alcohol. 0 punten. Dat kun je alleen doen als je de dichtheid berekent. Nou, en als je dan de verkeerde dichtheid hebt uitgerekend. Maar je noteert daar wel een stof bij die daarbij hoort. Heb je nog wel kans op een puntje. Gaan we door naar vraag 6. Dat is deze vraag. Heb je hem nog niet gemaakt? Zet hem even op pauze. Je hebt hier nog niet de uitwerkbijlage voor nodig, wel bij de volgende vraag. Maar kijk even of je die krachtenschaal kunt bepalen. Maar trouwens, dat zeg ik natuurlijk helemaal niet goed. Je hebt hier wel de uitwerkbijlage voor nodig, want je moet die pijl opmeten, anders dan kan het niet. Ja, dus je hebt hier wel de uitwerkbijlage voor nodig. Nou, de krachtenschaal aantonen, dat is hier 1 centimeter staat gelijk aan 150 newton. Daarnaast staat hier dus een pijl gegeven en die is 525 newton. En je moet kijken of die krachtenschaal klopt. Er zijn 2 manieren hoe je dat kunt doen. Je kunt zeggen van deze pijl heeft een lengte van 3,5 centimeter. Dat kun je gewoon opmeten. Dan doe je dus 525, want dat is het aantal kracht. Dat is de kracht. Gedeeld door 3,5 kom je uit op 150. Dus 1 centimeter staat gelijk aan 150 newton. Dan heb je laten zien dat deze krachtenschaal klopt. Wat je anders kunt doen, is ook, je kunt zeggen deze is 3,5 centimeter. Dus 3,5 keer 150... Dan kom ik uit op 525. Dan klopt die ook. Dus dan ga ik de andere kant op. Dat mag ook. Allebei wordt goed gerekend. Dat staat dan hier weergegeven. En als je dat hebt laten zien, dan krijg je ook 1 punt voor deze vraag. Als hier tussen haakjes trouwens staan, dus hier staan een tussen haakje, daar staan een tussen haakje, dan hoeft dat niet per se opgeschreven te worden. Dus 3,5 keer 150 is 125. Dat wordt goed gerekend. 125 gedeeld door 3,5 is 150. Wordt ook goed gerekend. Die 3,5, die moet je wel echt gebruiken. Gaan we door naar vraag 7. Dit is een klassieke construeervraag. Die zit eigenlijk altijd wel in het examen. Gaat ook vaak fout, dus het is goed om die even te oefenen. Maar als je het lastig vindt, kun je ook zeggen van weet je wat, ik sla die gewoon over. Dat mag ook, je hoeft niet alles goed te maken. Maar probeer het even. Dus construeer op de uitwerkbijlagen. Die moet je wel uitgeprint hebben. De kracht in kabel A. En noteer de grootte van deze kracht naast de afbeelding. Dus probeer het eerst even zelf door de video op pauze te zetten. Nou, bij construeren heb je natuurlijk een geodriehoek nodig. Volgens mij stond hij niet op de dingen die je nodig had. Dus die heb je hopelijk dan even gepakt toen je toch de videopauze zette. Die leg je langs een van de 2 stippellijnen neer. We moeten nu in kabel A, dus hier moeten we de kracht construeren. Dan leg je hem in de andere kabel neer. Dus dan leg je hem bij de andere kabel. Dan schuif je hem tot aan de pijlpunt en dan teken je een hulplijntje. Nou, datzelfde doe je ook aan de andere kant. Je schuift hem tot aan de pijlpunt. Je tekent een hulplijntje. Dat hoeft niet per se trouwens aan die andere kant. Maar als je nou twijfelt, doe gewoon allebei de kanten. Dan weet je zeker dat je het goed hebt. En dan moet je nu de kracht tekenen in kabel A. En dat is dan deze kracht. Let op, een kracht teken je altijd met een pijl. Dus er moet een pijlpunt aan zitten. Nou, nu ben je er nog niet. Nu moet je deze opmeten. Dan kom je uit op ongeveer 1,8 centimeter. Daar mag je wat naast zitten. Nou, dan doe je 1,8 centimeter maal de schaal. Dat was 150 newton. En dan kom je uit op 270 newton. Dus dat is dan je antwoord. Daar mag je iets naast zitten. Want dat zie je ook hier in het antwoordmodel. 270 newton is als je exact zit. Maar het mag tussen de 240 en de 300 newton. Nou, hier staat nog waar je de punten voor krijgt. Het juiste ontbinden van de kracht. Dat betekent dus dat je die stippellijn hebt gedaan. Dat is eigenlijk het enige. Dan het tekenen van de kracht, van de vector van de kracht, maar eigenlijk de kracht tussen de 1,6 en de 2,0. Dus dat is als je deze getekend hebt, krijg je een punt. En dan het noteren van het antwoord. Er staat hier ook nog van alles bij. Zelfs als je het in de andere kant hebt gedaan, dan krijg je daar ook nog een punt voor. Maar dit is de juiste manier. Vraag 7 was dat. Gaan we door naar vraag 8. Vraag 8 zit ook vaak in een examen. En ik moet zeggen dat de manier hoe deze gesteld was, was een beetje pittig. Heb je hem nog niet gemaakt? Zet hem even op pauze en probeer het eerst zelf. Nou, het vat kan op deze manier gedragen worden of op die manier. En dit soort vragen zitten vaak in examen, dat ze hem omdraaien. En wat dan belangrijk is, is dat die kabels dan verder uit elkaar gaan staan. Nou, bij het gekanteld hangen, dus op deze manier, is de zwaartekracht op het vat iets bij dan even groot of groter dan. Nou, de zwaartekracht die verandert natuurlijk niet. Want de zwaartekracht heeft te maken met de massa van dat vat en de aantrekkingskracht van de aarde. Nou, die veranderen niet als je hem kantelt. Dus de zwaartekracht op het vat die is even groot als wanneer die rechtop hangt. Dus hier is de zwaartekracht even groot als wanneer die rechtop hangt.
Nou, de kracht in kabel A, daar gebeurt wel iets mee. Dat komt omdat die kabel nu een grotere hoek gaat maken met de zwaartekracht. En hoe groter de hoek met de zwaartekracht, hoe meer kracht erop komt te staan. Dat kun je een beetje vergelijken met als je iets optilt. Als je iets recht naar boven tilt, dan is het makkelijker wanneer je een soort van schuin naar boven begint te tillen. Dan kost je dat veel meer kracht. Nou, dat is met die kabels ook zo. Dus de kracht in kabel A, hier, die wordt groter dan bij het rechtopstaande vat. Want hier zit die kabel veel meer bij de zwaartekracht in de buurt. Dus veel meer in dezelfde lijn. En dan wordt het als het ware efficiënter gebruikt dan hier. Nou, de kracht op punt P, dus punt P, nou, die is even groot als in die twee situaties. Dat komt omdat de punt P, de kracht gewoon naar beneden gaat. Dat is de zwaartekracht. Nou, was er wel een klein foutje in het examen, want ze hadden zoiets van, ja, maar hier heb je die kabels die trekken eigenlijk punt P uit elkaar, meer uit elkaar dan dat deze punt P uit elkaar trekken. Dus vandaar dat groter dan ook goed gerekend werd. Dus deze twee werden allebei goed gerekend, omdat punt P nogal vaag was in deze tekening. Dus hier even groot als, groter dan en dan even groot als of groter dan worden allebei goed gerekend bij die laatste. Nou, als je alles goed hebt, 2 punten, heb je er eentje fout, 1 punt en heb je er 2 fout, helaas geen punten. Nou, dat was het einde van de preview. Ik hoop dat je hier wat aan had. En mocht je nou zoiets hebben van, ik wil meer van dit soort video's kijken, ga dan naar www.natuurkunde-examentraining.nl. De link zit ook beneden in de beschrijving. Nou, wat vind je daar? Daar vind je alle leerstof per domein. En die is zowel beschikbaar voor de gratis accounts als voor de betaalde accounts. En dan heb ik dus alles netjes geordend. Dan weet je dus precies wat je moet leren voor het examen en ook wat je dus niet moet leren voor het examen. Nou, daarnaast is er een persoonlijk volgsysteem, dus je kunt bijhouden welke video's je gezien hebt en welke je nog moet kijken. Voor de gratis accounts is dat beschikbaar en ook voor de betaalde accounts. Nou, je kunt ook per domein uitleg krijgen. Dan leg ik dus in 1 domein uit wat is nou belangrijk voor dit domein om te kunnen. Dat is beschikbaar voor de betaalde omgeving. Daarnaast zijn er nog oefenopgaven per domein, dus je kunt per domein heel specifiek oefenen. Dat is ook voor de betaalde omgeving. Er zijn 14 oude examens die ik volledig heb uitbesproken. Zoals in de format zoals je nu net gezien hebt, maar dan dus volledige examens. Dat is ook voor de betaalde versie. En als laatste kun je ook vragen stellen als je naar de betaalde versie gaat. Nou, je kunt natuurlijk een gratis account aanmaken en dan heb je in ieder geval alle informatie netjes op 1 plek. Daar zitten natuurlijk geen kosten aan verbonden. En als je nou denkt van, nou, ik kan nog wel wat meer hulp gebruiken en die video's bevallen mij heel erg, dan is het eenmalig €34,99 en dan kun je daar tot en met na het examen nog gewoon gebruik van maken. Dus maakt niet uit op welk moment in het jaar je dat aanschaft. Je hebt dat gewoon tot en met het examen. Dat zijn niet maandelijkse kosten, het is gewoon eenmalig die kosten. En zelfs als je moet herkansen, dan kun je hem nog gewoon gebruiken. Maar ja, met mijn examentraining zal dat waarschijnlijk niet nodig zijn. Dankjewel voor het kijken.